Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom is Nederlands zo moeilijk? Iedere taal is lastig op zijn eigen manier. Maar het Nederlands is op een specifiek vlak inderdaad wel echt bijzonder moeilijk. En dat komt doordat het Nederlands lijkt op een man. I don't want you to work all day. Waaraan herken je eigenlijk een man? Onder meer aan dat hij tepels heeft. Zonder dat die nou echt een duidelijke functie hebben. Als we nou zeggen dat deze man de Nederlandse taal is, wat bedoelen we dan eigenlijk met die mannentepels in het Nederlands? Nou, dat gaat om regels die vroeger wel duidelijk nut hadden, maar waar je nu eigenlijk niet zoveel meer aan hebt, omdat ze geen extra informatie meer overbrengen. Een voorbeeldje. Onze lidwoorden de en het. Je moet altijd weten, is het de pop of het pop? De wetenschap of het wetenschap? Heel lastig om te leren, maar het voegt geen informatie toe aan je boodschap. Een ander voorbeeld, werkwoorden. Meestal, als je wilt zeggen dat iets al gebeurd is, dan plak je gewoon te of de achter je werkwoord. Bijvoorbeeld pak wordt pakte. Maar soms moet je opeens de klinker veranderen. Bijvoorbeeld van loop naar liep. Dat is dus een uitzondering op de regel die je wel moet leren, maar waar je eigenlijk niks aan hebt. Derde voorbeeld, de woordjes er en het. Wat betekent dat woordje er eigenlijk in het ziet er hier heel gezellig uit? Of wat betekent het in ik heb het heel warm? Zulke lege woordjes hebben ook weer geen duidelijk nut, maar je moet ze wel weer goed leren gebruiken. Het Nederlands heeft relatief veel van zulke mannentepels. Dat blijkt uit mijn onderzoek, waarin ik 22 talen van over de hele wereld heb vergeleken. Talen die zo verschillend mogelijk zijn. Want ik was op zoek naar de extreme. Ik keek bijvoorbeeld naar het Taiwa, het Indonesië, en ook naar het Turks. Ik heb gekeken naar het Tamil, een taal in Sri Lanka. Ik keek ook bijvoorbeeld naar het Quechua in Peru. En ik keek ook bijvoorbeeld naar het Kalaallisut in West-Groenland. En van al die 22 talen had het Nederlands de allermeeste van die mannentepelregels. Behalve die mannentepels zijn er nog meer dingen moeilijk aan het Nederlands. Bijvoorbeeld regels die in het verleden zijn ingevoerd, maar die we nog steeds niet echt goed onder de knie hebben. Denk maar aan hen en hun. Geleerden in de 17e eeuw die vonden dat het Nederlands meer op het Latijn moest gaan lijken. Dus hebben ze bedacht, je moet zeggen, ik zie hen, ik geef hun een cadeau, maar ik geef het cadeau aan hen. Hartstikke moeilijk en het is nog steeds niet echt goed aangeslagen bij de Nederlanders. Ander voorbeeld, als en dan. Vroeger kon je gewoon zeggen, hij is groter als ik of groter dan ik. Was allebei oké. Maar de laatste decennia zijn we daar strenger in geworden. Als je nu zegt, hij is groter als ik, dan is dat absoluut fout. Dus daarmee is het Nederlands eigenlijk weer een stukje moeilijker geworden. Ook de uitspraak van het Nederlands kan heel moeilijk zijn. Niet als je ermee opgroeit. Baby's kunnen alle klanken horen en ook leren zelf te maken. Maar voor iemand die niet met het Nederlands is opgegroeid en die in een andere taal heel andere klanken kent, kunnen sommige Nederlandse klanken echt super moeilijk zijn. Bijvoorbeeld de G, de Ui, de I. Trui. Ik ben blij voor jou te zien. My first visit to the Netherlands has been truly gezellig. De spelling helpt je ook niet altijd. In principe heeft elke letter een eigen klank, maar denk even aan het woord element. Drie keer een letter E, maar hij klinkt elke keer anders. E-le-ment. En dat zie je ook bijvoorbeeld in een woord als natuurlijk, met dat eindje I-J-K. Of in gezellig, met een I en een G. Dat schrijf je heel anders dan het klinkt. Dat zijn allemaal dingen die je moet leren, die je gewoon uit je hoofd moet kennen. Je kunt ze niet weten. Het maakt ook uit hoe ver je moedertaal verwijderd is van het Nederlands. Bijvoorbeeld Nederlands en Duits, die lijken erg op elkaar. Dat is dezelfde familie. Het Nederlands en Spaans, die zijn al minder verwant. Maar ze hebben nog wel hetzelfde alfabet. Het Arabisch is echt een andere taalfamilie dan het Nederlands. En dat betekent dat er ook meer verschillen zijn. En dan hebben ze ook nog eens een ander schrift. Maar wat denk je bijvoorbeeld van de zogenaamde kliktalen in Zuid-Afrika? There's the X, which is the... and then there's the Q. Of inheemse talen uit Mexico. Die verschillen enorm van het Nederlands. Als je zo'n taal spreekt, dan gaat het gewoon meer moeite kosten om Nederlands te leren. Maar er is hoop. Als een taal veel contact heeft met andere talen, dan kunnen er moeilijke regels verdwijnen uit de taal.
Nu staat Nederland tegenwoordig in contact met de hele wereld. Dus het zou kunnen dat er wat van die mannentepels gaan verdwijnen. Bijvoorbeeld het lidwoord het. Het zou kunnen dat we in de toekomst de meisje, de paard, de ding gaan zeggen. Dat klinkt misschien gek, maar het is al eerder gebeurd. Vroeger hadden we nog 3 lidwoorden. Nu hebben we alleen nog de en het over. Nog 2. En het zou dus kunnen dat we in de toekomst naar 1 lidwoord gaan. Maar zulke veranderingen gaan wel echt heel traag. Dat kan zomaar tientallen, honderden jaren duren. Bovendien gaan vast niet alle mannentepels verdwijnen uit het Nederlands. Dus als je Nederlands wilt leren, dan ontkom je er niet aan. Dacht je dat je pas oud was op je 60ste? Nou, dat verval begint al ver voor die tijd. Ik ben Eline, biomechanisch ingenieur. En volgende week vertel ik je wanneer je jeugd voorbij is.